Burgemeester Abutaleb zei vrijdag in een interview, ik wil geen paniek zaaien, maar ik maak me ernstig zorgen. Mm-hmm. Heeft u datzelfde gevoel? Ik ben bezorgd op dit moment. Ik vind dat de toename van het aantal besmettingen snel gaat. En ik vind dat we daarop moeten letten. Want we willen koste wat kost vermijden dat we weer in een situatie als dit voorjaar terechtkomen. Heeft u het gevoel dat we daar nu op afstormen? Premier Rutte heeft gezegd dat de tweede fase is geland. Ik heb geen behoefte om dat te bestrijden. Ik denk dat we echt moeten uitkijken. Zeker in Amsterdam, waar we ook in vergelijking met de andere regio's het hoogste aantal besmettingen hebben. Hoe houdt u zelf het coronavirus buiten de deur? Door afstand te houden. En door alleen in kleine gezelschappen te zijn. Ik zie minder vrienden. En ik probeer mijn kinderen er elke dag aan te herinneren. Maar dat is eigenlijk het moeilijkste deel. Heeft u dan discussies met uw kinderen daarover, zoals vele ouders met hun kinderen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en het slijt natuurlijk ook een beetje na verloop van maanden. En nu breekt het moment aan dat je iedereen moet gaan herinneren. Omdat de risico's behoorlijk aan het oplopen zijn. Heeft u zelf al ondertussen een test moeten doen? Ja, ik heb 2 keer een test gedaan. Ja, beide keren negatief. De meeste besmettingen, dat is wel overduidelijk, 14%, waarvan ze het weten, dat gebeurt achter de voordeur. Ja. Nu kan je strengere maatregelen nemen, maar dan zegt de burgemeester in Leiden, zegt dat heeft dus eigenlijk geen zin. Maar daar bent u het niet mee eens, begrijp ik? Nee, ik denk dat zich in Amsterdam inmiddels een andere situatie voordoet. Het klopt, ook bij ons zijn de meeste besmettingen achter de voordeur. En daarom hebben we er allemaal campagnes op gezet om mensen daar bewust van te maken. Maar eigenlijk kan je zeggen dat het in Amsterdam overal in de stad zit. Het zit in de horeca, het zit in de detailhandel, het zit in verpleeghuizen, kinderopvang, scholen. En mensen die thuis zijn, die komen op al die plekken. En dat betekent dat wij ook een paar wat strengere maatregelen nodig hebben. Denkt u dat deze maatregel zin heeft? Iets eerder de kroegen dicht? Laat ik als eerste zeggen dat ik de onvrede bij de Amsterdamse horeca echt begrijp. Ik weet hoe zwaar ze het hebben. Maanden dicht geweest en dan proberen je omzet weer een beetje op peil te krijgen en dan dit. Dus ik snap echt heel goed dat ze balen. Maar wat wij ook zien is dat met name 's avonds laat, als er gedronken is, dat men moeite heeft om afstand te houden. Dat zijn de momenten waarop de risico's het grootst zijn. En onze inschatting is dat dan het naar verhouding effectief is om net dat laatste uur of die laatste 2 uur eraf te snoepen. Dan kun je voorkomen dat de jongeren of studenten, anderen in die cafés te dicht bij elkaar gaan zitten. Is het een waterdichte maatregel? Nee. Roeien met de riemen die we hebben. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u deze groep intrinsiek motiveert om zich toch aan die regels te houden? Ja, dat is echt een probleem op dit moment. Want je merkt dat de motivatie van mensen kleiner is. Daarom heb ik afgelopen vrijdag heel uitgebreid met studentenverenigingen gepraat. Om ook hen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. En ook te laten zien waar de risico's ontstaan. Want ze hebben namelijk het gevoel dat ze zelf niks krijgen of hele milde klachten. En dan, dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook zo. Absoluut. En dan moeten ze wel hele zware maatregelen nemen. Maar we kennen in Amsterdam een voorbeeld van een student die het opliep. Hele milde klachten had, zich niet heeft laten testen, er weinig aandacht aan heeft besteed. En vervolgens in een verpleeghuis ging werken. Nu werd er vrijdag gecommuniceerd dat alle parken 's nachts werden afgesloten. Zaterdagochtend veranderde dat naar 2 buitengebieden. Hoe zit dat? Ja, dat was in de communicatie een beetje te ruig opgeschreven. We sluiten al een tijd een deel van parkeerterreinen bij het Amsterdamse Bos af. En wat we zeggen is, wij gaan meer buitengebieden afsluiten op het moment dat we het vermoeden hebben dat er illegale feesten worden gehouden. Kijk, het probleem is bij parken is dat er vaak geen hek omheen staat. Dus dat het moeilijk is om ze helemaal af te sluiten. Je kan bijvoorbeeld wel de toegangswegen afsluiten 's nachts. En daar zullen we over na moeten denken om mogelijkheden te vinden om illegale feesten zoveel mogelijk te ontmoedigen. Wat is als burgemeester nu de belangrijkste overweging? Want u heeft natuurlijk ook met de economie te maken. Zeker. De werkloosheidscijfer in Amsterdam, Groot-Amsterdam, stijgt met 50%. Ja. Welke prijs zijn we bereid te betalen voor onze gezondheid? Ja, kijk, uiteindelijk is er geen echte tegenstelling. Hè? Op het moment dat de ziekenhuizen vol liggen en de IC's ook, betaal je daar ook een economische prijs voor. Het is van groot belang dat we dat voorkomen. En wij willen wel maatregelen nemen die kunnen voorkomen dat we weer naar een lockdown moeten zoals in het voorjaar. Want dat was voor de stad echt verschrikkelijk. 2 uur eerder sluiten in de horeca
is niet leuk voor de horeca en ik vind het ook echt rot. Maar dat is wel iets anders dan wat er dit voorjaar gebeurde. Dus wij proberen er goed op te letten dat we maatregelen nemen waarmee we zo effectief mogelijk het virus kunnen bestrijden zonder dat we onze economie nodeloos kapot maken. Hoe lang gaan deze nieuwe maatregelen duren? Zolang als nodig is om het virus eronder te krijgen en we hopen dat dat snel is. Maar heeft u daar een indicatie? Zijn dat weken? Zijn het maanden? Nee, dat weet ik niet. Kijk, ik hoop natuurlijk dat deze maatregelen effect hebben en dat het virus dan weer gaat zakken tot een niveau dat we aanvaardbaar vinden. En dan kunnen we ophouden met de maatregelen. Maar het najaar zit er aan te komen. Er zijn ook veel mensen ziek. En we zien op dit moment dat het in Amsterdam juist de verkeerde kant op gaat. Dus ik kan daar geen voorspellingen over doen. Hoe ziet u Amsterdam over anderhalf jaar? Hebben we dan nog een uitgaansleven in de stad überhaupt? Ik ben geen waarzegger, dus ik kan daar niet op vooruit lopen. Wat ik wel weet uit het verleden van onze stad, is dat we enorm veerkrachtig zijn. De stad heeft veel meegemaakt, oorlogen meegemaakt, enorme economische crisis. En de stad herstelt altijd. En dat gaat deze keer ook gebeuren.